Is zo laat. En we gaan vandaag shark diven. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb zoveel stress op dezelfde moment. Maar ik hoop dat het een beetje een leuke video wordt. Ik heb niet echt iets om in het water mee te filmen. Dus ik hoop als ze filmen. Ik weet dat ze foto's trekken. Maar als ze filmen, dat weet ik niet. Maar dat hoop ik wel. En anders laat ik jullie gewoon de foto's zien, of course. En aangezien dat we dan toch al op de North Shore zijn, gaan we daarna een paar strandjes afrijden en een smoothiebarretje, een heel esteriek smoothiebar doen. Dus ja, ik heb wel zin in natuurlijk. En let's go, door de bus. Chanel, how are you feeling? Stress, but it's a good stress. It's a good stress. Yeah. Now you know the information from Chanel. We moeten lopen om de tweede bus te halen. Maar, wonder, wonder, we hebben ze gehaald voor een keer. De eerste bus was te laat. De tweede bus was te vroeg. Het geluk ligt eindelijk eens aan onze kant vandaag. We zijn er, de zon schijnt, we zijn een half uur op voorhand, dus dat is echt perfect. Het geluk is echt aan onze zijde vandaag. Normaal, het is al weken aan een stuk aan het regenen en ik weet als het regent dat dit wordt afgelast. Dus we hebben echt heel veel geluk en normaal gezien missen we altijd de bussen. En nu waren de bussen perfect opeenvolgend. Ik heb er zoveel zin in, maar ik heb ook zoveel stress tegelijkertijd. Ik weet niet wat ik aan het filmen ben, want de zon schijnt terecht in mijn scherm. Maar dat is oké. Ik denk dat vanaf nu alleen nog maar even sfeerbeeldjes komen.
boot. Chanel is even naar de wc, want die voelde haar eigen echt heel slecht en heel zeeziek. En het was echt heel wild op het water, maar echt niet normaal. Maar ik heb er zo hard van genoten. Ik heb alleen mijn pink tussen de trapladder en de boot geplet. Dus dat doet een beetje pijn. Maar de haaien waren zo rustig en het was zo mooi. Je zwom zo ja, met je snorkelding, natuurlijk op het oppervlakte. En dan zo echt rechts onder u kwamen de haaien. Ik ga de foto's nog wel in beeld zetten van het moment dat ik ze heb. We hebben ze nu nog niet, dus... Maar ik ben zo benieuwd. En het was een half uur in het water, maar dat was zeker genoeg. Want het was echt heel vermoeiend, aangezien het water heel rustig was. Maar ik heb er echt van genoten. Het was echt alles waard. Het is echt fantastisch. Ik ga nu wachten op Chanel, dat ze even terug van de wc is. En dan gaan we waarschijnlijk... Dan gaan we waarschijnlijk nog een beetje verder langs de kust van de North Shore rijden. En daar heb ik ook wel veel zin in. Oké, mijn camera heeft hem net begeven. Ik kan hem nog wel aanzetten. Hij is aan. Maar de lens komt er nu. En dan zegt hij deze. Schakel uit, want die lens is like helemaal, weet ik veel waar, niet verder dan dat je zou moeten zijn. Sad, dit is zo sad. Moet ik een nieuwe gaan kopen. Ja, oké, even de update. We zitten wel in de bus nu. We gaan naar Turtle Bay, of ja, naar Lanaikea Beach. Dus daar zijn we naar onderweg. Oké, vanaf nu gaat het beeld dus een beetje anders zijn, want ik heb het nog geprobeerd, maar mijn camera heeft echt opgegeven. Dus ik ga vanaf nu met mijn gsm even vloggen. We zijn aan Lanaikea Beach. Ik weet god niet hoe ik het zou moeten uitspreken. Maar we hebben hier dus wel een kans om zeeschildpadden te zien. Dus als ik er een zie, dan hou ik jullie geüpdate, of course. Oké, er is een zeeschildpad. Ik heb net het hoofdje gezien. Nu zie ik het niet meer. Ik ga even de camera draaien, want het is sowieso nog altijd een heel mooi beeld om te zien. Maar er zijn er dus. Summer has begun and we are fine. The sound of birds woke us up. I love the way you smile. De chia zaadpudding van Angelica gekregen, maar het ziet er een beetje heel vies uit nu. Het ziet er echt heel vies uit. Maar het was wel lekker deze ochtend, dus we gaan we lekker opeten met een mooi view hier. In de hoop dat we nog een zeeschildpad zien dat ik kan filmen voor jullie. Het strand was heerlijk. En ik heb denk ik 2 haaientanden gevonden. Ik heb ze even in mijn portefeuille gestoken om ze niet kwijt te raken. Maar ik ga even op het internet opzoeken hoe een haaientand er echt uitziet. Want ik weet niet zeker of dat echt een haaientand is. Maar als het wel zo is, is het wel gewoon super cool. Chanel en ik zijn even naar de wc. Ja, ik ben er al vanaf. Maar Chanel is nu in deze vieze dixies. Maar voor de rest is er niks. En dan gaan we de bus pakken. Oh, het begint te regenen. Nice. Gaan we de bus pakken. Eeuw. Gaan we de bus pakken naar Sunset Beach. En dan gaan we daar naar Sunrise Check or something. Het is een heel Instagram waardig plekje, dus daar gaan we even naartoe. En dan hoop ik, het regent. It's raining! Ja, nice. Yeah, nice, I know. En dan gaan we even daar op het strand liggen. Op de Sunset Beach. En hopelijk de sunset zien daar. The sky I see deep in your eyes. A lonely road. Light the fire. I know that we are tired. Wake up in the mountain. Er is niet echt een wandelweg, maar er is een druppel in mijn oog. Het is like a raindrop falling in my eye. Er is niet echt een wandelweg, maar het is de enige manier om naar dat sunrise ding te geraken, dus
we gaan gewoon even ons leven riskeren. Nee, dat valt ook wel weer mee. Feel alive, we're coming aan het wachten op de bus naar huis. Ik ben een beetje verbrand. Het zonnetje was redelijk. In het begin dachten we van te wachten tot dat de sunset was, maar het begon wat koud te worden en dan zouden we pas tegen 11 uur s'avonds thuis zijn. En daar hadden we niet echt zin in, dus gaan we nu de bus oppakken en dan gaan we tegen 8 uur thuis zijn ofzo. Dus dat is ook nog een redelijk uur om te eten. Maar ik heb zo genoten van deze dag en ik hoop dat de foto's van Chargdive echt snel komen. En ik ben echt heel benieuwd. Er is echt geen beter gevoel in de wereld dan van een hele dag strand en zee thuis komen en dan letterlijk de beste douche van je leven hebben. Ik zie nu pas hoe verbrand ik ben. Ik verschier er zelf ook van. Maar ik ga even kijken. Ik heb mijn simkaart in mijn portemonnee zitten. Ik ga even kijken of het niet beschadigd is. Dus als dat zo is, dan ga ik echt wenen. Want meer dan de helft van deze vlog staat hierop. Dus ja, dat ga ik even bezien. Pray for me. Hoi, het is al zondag ondertussen. Ik ben even de vlog aan het bewerken. Maar ik heb gezien dat ik weer vergeten was om het einde te filmen. En ik dacht, oké, dan ga ik deze keer gewoon even nu het einde filmen en niet een tekstje op het einde zetten. Mijn camera is nog altijd kapot. Of ja, ik ben zoveel mogelijk manieren aan het proberen om te fixen. Maar de lens gaat dus niet meer dicht en die zit zo helemaal uitgezoomd vast. Dus er zit waarschijnlijk iets tussen waardoor dat vastklemt of zo. Ik wil even zeggen dat gisteren echt de beste dag was ooit. Weergewijs. Activiteit geweest. Het was gewoon echt geweldig. En mijn simkaart werkt nog, zoals je hebt gezien, want je hebt een hele vlog kunnen zien. Maar daar was ik ook echt heel blij voor. Dus dan bij deze, dank je voor het kijken. Ik zou het heel hard appreciëren om je een like geven en abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Bye!